Vandaag gaan we een stoofpotje maken van ossenstaart. We hebben een heel leuk recept opgestuurd gekregen via de post van Jan van Donselaar. We gaan het echt helemaal doen zoals wij het in het recept aangegeven hebben gekregen. Dan gaan we even alles goed kruiden met zout en peper. U de peper, ik de zout. Ja, is goed. De spekjes toevoegen. Dan voegen we nu de witte wijn toe. En die laten we even inkoken. Finishing touch, even laurierblaadjes en 5 kruidnagels. Dan leggen we het deksel erop en dan laten we het nu met rust. Je zet het vuur even iets zachter en je laat het gewoon rustig doorsudderen.